De Formule 1 is een technische sport en daarbij horen nou, logischwijs veel technische termen bij. Voor relatief nieuwe kijkers is het echter niet altijd duidelijk waar er op dat moment over gesproken wordt. In het de tweede deel van het Formule 1 woordenboek zetten we daarom een aantal veelgebruikte termen voor je op een rijtje. De informatieronde is de ronde die de coureurs rijden voor de start van de race voordat ze weer in de juiste startopstelling op de grid verschijnen. Deze ronde, ook wel bekend als de opwarmronde, geeft uh, ja, de coureurs de kans om te kijken of alles werkt, hoe de banen bij ligt en om de banden op te warmen voor de start van de race. Alle coureurs moeten in de eerste kwalificatiesessie Q1 dus een rondetijd op het bord zetten binnen 107% van de snelste rondetijd in Q3. Coureurs die dit niet voor elkaar krijgen mogen in feite niet meedoen aan de race. Onder Om bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als een coureur tijdens een van de trainingen wel een ronde heeft gereden die snel genoeg was, kunnen de stewards besluiten de coureur toch deel te laten nemen. Ja, Shoei is toch wel een van de minder officiële Formule 1-termen. Al zou menig fan van de sport inmiddels heel goed weten wat hiermee wordt bedoeld. Shoei is het drinken van nou, champagne uit een gebruikte race schoen op het podium na afloop van de Grand Prix. Daniel Ricciardo die introduceerde dit in de Formule 1 in 2016 nadat hij tweede werd in Duitsland en staat er sindsdien toch wel bekend om. De outlap is de eerste ronde die een coureur rijdt nadat hij de pitstraat verlaat, bijvoorbeeld na een pitstop tijdens de race of als de coureur uit de garage wegrijdt tijdens de kwalificatie. Tijdens de race wordt deze ronde net als de rest van de ronde zo snel mogelijk verreden, maar tijdens de kwalificatie is het vaak een langzame ronde om zo de remmen en de banden op de juiste temperatuur te krijgen. Een lap is de snelle ronde die de coureur tijdens de kwalificatie verrijdt na zijn outlap. En hier is de doelstelling altijd een zo snel mogelijk rondetijd neerzetten om een zo goed mogelijke plek op de startgrid te bemachtigen. De inlap is een ronde die de coureur rijdt voordat hij de pitstraat binnenkomt. Tijdens de race is het vaak een zo snel mogelijke ronde omdat een coureur zo min mogelijk tijd wil verliezen met zijn pitstop en de banden worden hierna toch meestal wel verwisseld. Tijdens de kwalificatie is deze ronde vaak een langzame ronde om de remmen en de banden zoveel mogelijk te koelen. Tear-off strips zijn doorzichtige plastic strips die de coureurs over hun vizier van hun helm plakken voor de start van de race. Want als deze vuil worden dan trekken de coureurs deze er makkelijk af en hebben ze weer een schoon vizier. Ja, de rijhoogte is de hoogte tussen de vloer van de auto en de oppervlakte van het circuit. Ja, drag is de aerodynamische weerstand die een Formule 1-auto vaart als deze in voorwaartse richting beweegt. Teams proberen deze weerstand zo klein mogelijk te maken om zo een hogere topsnelheid te kunnen halen. Het kan echter ook ten koste gaan van de grip in de bochten, dus een goede balans is hierin onwijs belangrijk. Een test heb je misschien zelf al eens op de openbare weg meegemaakt. Dit is wanneer een coureur plotseling zonder duidelijke reden van het gas gaat of remt, waardoor de auto onverwachts snelheid afneemt. De achteropkomende coureur moet hierdoor vaak snel reageren om contact te voorkomen. Een slipstream is wanneer een coureur binnen een bepaalde afstand van zijn voorganger rijdt, waardoor hij als het ware onder de achtervleugel van de coureur voor hem kan duiken. Hierdoor heeft hij minder last van drag, luchtweerstand, wat hem een hogere topsnelheid kan opleveren. ERS staat voor Energy Recovery System. In grote lijnen zorgt dit ervoor dat de hitte van de uitlaatgassen en de kinetische energie van de remmen wordt opgevangen, wat vervolgens omgezet kan worden in extra vermogen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van de MGUA en de MGUK. De H van mgu -H staat voor heat. De uitlaatgassen die vrijkomen bij het gebruik van de turbo kan de mgu omzetten naar elektriciteit. De vrijgekomen elektriciteit kan dan weer gebruikt worden voor extra vermogen of voor het afstellen van de turbosnelheid. De K van MGUK staat voor kinetic energy. Bij het remmen komt kinetische energie vrij en die energie wordt opgevangen en door de MGUK omgezet in elektriciteit. En deze elektriciteit wordt vervolgens opgeslagen in de energy store. Als een auto onderstuurt, dan heeft de auto de neiging om over de voorwielen te glijden. Bij het insturen van een bocht verliezen de voorwielen grip, terwijl de achterwielen grip houden. Als gevolg daarvan duwt de achterkant van de auto de voorkant naar buiten. Daardoor kan een coureur veel minder scherp insturen dan dat hij wil en schiet hij in het ergste geval met de neus buiten de baan. Overstuur is het tegenovergestelde van onderstuur, dan verliezen juist de achterbanden eerder grip dan de voorbanden en gaat de auto aan de achterkant glijden omdat de voorbanden wel grip houden, dan trekt de voorkant van de auto te veel naar binnen en glijdt de achterkant weg. Ja, was hem dan weer een deeltje van ons Formule 1 woordenboek. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!